brengt ons nu vanavond hier? Uiteindelijk het gevoel dat er dingen moeten veranderen. Dat begon ooit omdat, want dat kent misschien niet iedereen. Wat is jouw persoonlijke connectie met dat verhaal? We hebben zelf een dochter met OIW. Sophie, zij is 8 jaar, is dat meisje die uiteindelijk de ziekte, de aandoening OI heeft. Osteogenesis imperfecta. En zij is diegene die ons aan die wereld heeft laten proeven. En uiteindelijk ging het best wel oké met haar. En toen was een moment die ons heel stevig aan heeft herinnerd dat het toch wel bij ons leven hoort. Ook dat verhaal kennen sommigen van jullie. Maar ja, uiteindelijk was het dat Sophie haar nek heeft gebroken. OI houdt in dat je heel vaak iets breekt. Met heel veel pijn gaat het gepaard. Maar uiteindelijk de nek breken was voor ons ook een dermate grote shock. Dat wij eigenlijk daarin dan ook voor onszelf een aanleiding hebben gevonden. Dat het toch echt wel iets is waar wij ons mee tegenaan moeten bemoeien. Ja. Breakable Bones, Unbreakable Spirit is de titel. In de OI-wereld, ja, wij verwachten daar eigenlijk een groep van mensen die even moeite hebben met dingen. Maar uiteindelijk was er ook een heleboel zelfspot en humor. En eigenlijk een onwijze vaardigheid om ondanks de enorme tegenslagen die deze mensen heel vaak meemaken. Dat die mensen heel goed in worden zich op die dingen te focussen waar je weer kracht uit kunt halen. En ik denk dat dat een kracht is, die unbreakable spirit, die die mensen als het ware moeten oefenen. Omdat dat, anders kun je niet overleven met zoveel pijn. Wat bracht jou? Waarom stak je je vinger op? Ik moest denken aan iets in de laatste week waar ik heel veel moed voor nodig had. Ik ben moeder van een dochter met OI. En een hele pittige meid die van alles wil doen. En als moeder is het soms moeilijk om haar los te laten. Want je bent bang dat ze iets breekt, heeft ze vaker gedaan. Gaan wij hier zitten, kan jij het goed zien? En ik ga hen vragen dat te vertolken in een vrije improvisatie. Laat maar zien. Ja, 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 ja. Mama. Mama. Echt niet breien? One, two... Three! Yes! Oh, fuck. Goed gedaan, schat. Mama, I think I broke my finger. It's okay, love. It's okay. Oh. Wij hebben in het DNA lab een hele mooie techniek die denk ik ook veel belofte heeft voor de toekomst. Want er zijn zoveel goede ideeën op gebied van OI om toch meer te kunnen doen. Nu moeten we ons bezighouden met fysiotherapie, met operaties, maar ook met medicijn. Bij volwassenen is er nog heel weinig onderzoek gedaan om te kijken of dat effectief is. Nog bijzonderder maakt, is dat we nu een stuk gaan spelen en daar nodig ik heel graag nog iemand bij uit. En dat is namelijk een hele bijzondere jongeman. En hij speelt al jarenlang viool. Hij heeft wel een aangepaste viool en hij speelt fantastisch. We hebben vandaag voor het eerst samen gerepeteerd en het is heel erg mooi en het voelt zo fijn om samen te spelen. Dus ik nodig heel graag Aalt van der Beek uit om met ons dat mooie te spelen. Oké.
Deze plaat is het specifiek voor onderzoek voor de OI. Dat is wat we willen. En daarvoor vragen we jullie steun. Het is fantastisch dat jullie hier zijn. En met jullie hulp het mogelijk maken om dat stukje onderzoek te bewerkstelligen. En dat stukje kwaliteit van leven te geven.